kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Goeiemôre, ons is so bevoorreg om weer Chef Pelly Grobler by ons te hê van Tin Roof Cafe. Chef, wat doen ons vanoggend? Man, ons doen een beetje van een teik op een moussaka, of my teik op een moussaka. So, een moussaka is eigenlijk maar van Griekse oorkomst, of soos ons hom ken. Maar als je een beetje gaan oplees oor dit, is eigenlijk, kan hulle sê, een melting pot van kulture. Ja. En traditioneel is moussaka eigenlijk maar een vegetarische dis. So, dit is eigenlijk maar nog altijd eiervrug en aardappel. En dan het die Griekse dit met een beetje mince bijgezet en gewoonlijk toppelen dit met een beetje mashed potatoes. So ons tyk op dit vandaag gaan eindelijk soos een lasagne wees, soos van een beetje verschillende la wees, of soos mense nou sal sê, het baked potato bake. En so wat ons gedoen het, is ons het een vleis ragout gemaakt, wat naar aardappels en vleis is. En ek kan nie van een minste gebruik, so ek gebruik gewoonlik vleis wat ek self kan sny in blokkies. Goed, en dit help net altyd, dit gee bietjie textuur. En natuurlijk ook, is baie meer geerig in my persoonlijke opinie, as net een gewone mens wat jy nou gaan gebruik. En dan, wat ons gedoen het, is hierdie wonderlike eiervrug wat uit my eie tuin uitkom. Ek kan trots wees. Ja, ek is actually baie trots. Het ons net in dun skuive gesny en wat jy dan doen met eiervrug vooral, is jy gooi net 'n ligte laagie sout op en jy kan sommer sien al die vog wat uitgetrek word. Ek sien, dis water wat amper boop om lê. Ja, en jy kan sien hoe pliable hulle raak. En basically al die sout trek al die vog uit dit uit en dit is wat ons dan gaan gebruik. En al wat mens dan nou net hier natuurlijk moet doen is, jy kan hier nie so baie sout in die dis nie, so ons gaan hem nou net een bietjie afspoel. Doen mense dit met, as jy eiervrug in enige ander dis ook gebruik, of nie noodwendig nie? In enige ander dis. Hoe ek eiervrug ken en hoe mense dit doen, is gewoon ek so. Jy sout om in eier, en so bietjie sout, of jy kan hom natuurlijk in sout water ook lê, as jy wil. En dit maak die dis net ook een bietjie meer geurig, en die eiervrug ook bietjie makkeliker om mee te werk. En dan gaan ons sommer nou bietjie begin layers doen. Ons gaan van hierdie B-Wall se canola en olijfolie gebruik en sommer in een pannetjie gooi. En dan net, ek gebruik sommer net altyd my hand. Beter beheer, nie? Beter beheer. En jy kan een borsel, hoe kan ek sê, een pastry brush of so ook gebruik. En die olie gaan natuurlijk net help om die, laat hy nie vast brand aan die onderkant nie. En dan begin ek altyd met een laagje van hierdie vlees. En mens kan maar eindelijk, hoe kan ek sê, spaars wees. Jy kan eindelijk maar min gebruik. Omdat hy die laag uit, daar gaan nog een laag wees. Ja, daar gaan nog een laag wees en nog een laag. En dan gaan mense nou begin met die eiervrug, wat jy dan net so kan opsit. Is dit specifieke speserye wat jy ook gebruik? Ja, so ek het bietjie, ek hou baie van die Turkse stijl, hoe kan ek sê, of die Moroccan stijl. So ons het bietjie fennel, bietjie caraway seeds, bietjie anijs saaikies, wat ons daar aangesit het. En dan laai jy, hoe kan ek sê, dan sit mense nou maar net laagies hier so, laagies, een bietjie wit saus of bechamel, soos hulle sal sê, tussen die eiervrug en die aardappel, en weer eens, jy kan rarig maar net spaars wees, soos hulle sal sê. En jy wissel hem af met die aardappel, dingesnijde aardappel. Dingesnijde aardappel. En hy is rauw? Hy is rauw, soos hy is, net so met die skil aan sommer, maak het makkelijk vir jou oor die huis, jy het nie nodig om te veel oor te worry nie. As ons terugkom, skies, gaan jy iets doen met die B-Wall se mayonnaise, as ek het reg het? Ja, so na die tyd gaan ons die B-Wall se mayonnaise, gaan ons een lekker sausie ook mee maak, met bykie limoen en bykie gemmer. En ons gaan net aanhou om hierdie te layer, en dan gaan ons om in die oond bak. Lekker. Ok, so vir meer die recept hiervoor, en ook om die volledige insetel te kyk, en jy ons YouTube kanaal gaan besoek, en onthou ook vir meer inlichting oor B-Wall se producte, besoek bwallfoods.co.za. So, ons is met Chef Pelly Grobler in die kombuis en ons is bezig met een lekker moussaka wat in die oond is. Ons gaan later vir jou volledige of die finale product wees, maar wat doen ons volgende? Ok, so volgende gaan ons net een vinnige mayonnaise sausie maak saam met hierdie. So, ons het hier so bykie net limoenzest en een bykie gemmer. En dan saam met dit gaan ons hierdie B-Walse canola olive mayonnaise gebruik. En ek hou nogal daarvan om hierdie te gebruik. En die een rede daarvoor is dit, hoe kan ek sê, skif nie of split nie so verskrikkelijk makkelijk nie. So, ek gaan vir jou vir hom sonder daai net gaan ons deur te meng. En dan saam met dit,
Traditioneel in Turkije bedienen hulle altijd moussaka saam met gekookte eiers. Okay. En ek het nou gedink vandag, hoe gaan ons een gekookte eier in hierdie dis kan inkry sonder om een gekookte eier te doen? Ja, want jy van om iets anders te doen. Ja, okay. So wat ons gaan doen is, ons gaan een eiergeel keur. So ons gaan sout en suiker saam meng, equal quantities. Of gelijke hoeveelhede. Van sout en van suiker. En dan gaan we weer eens diezelfde, hoe kan ik zeggen, gieren gebruiken. Wat ons in die moussaka gebruik is. So bykie fennel, een bykie caraway, een bykie anijssaad. En dan net so bykie gedroogde petersilie. Wat ons gaan saamgooi. En ons gaan dit dan sommer net lekker deurmeng. En dan het ek nou hier so net een eiergeel, wat ek nou net so die wit weggevat het. En dan ons gaan dit letterlijk oor hom gooi, bietjie skud, en dan gaan jy hom vir 24 uur in die yskas sit. Oh, okay. En dan al wat nou dan gebeur met hierdie, is ek kan nou vir jou hier wys, en dit is die eiergeel wat dan nou hard geword het, weer eens van die water. Van wat uitgetrek is, van die water wat uitgetrek is, en ons gaan hom sommer net bietjie bo op die moussaka dan net bietjie rasper. So, okay. En ons kan eigenlijk. Die groei is so, so ja, je kan. Hij raak hoe langer hem nou inloos, je wil hem niet langer dan 24 uur. Je kan eigenlijk, maar wens wil hem niet heeltemal hard heen. Anders raak het maar net soos biltong. So, ons het hierdie moussaka net, ek kan vir julle wys, ons het hom net lekker gebak in die oond en je kan die klomp verskillende laas sien. En ek het maar net eenvoudig een stukje afgesny en hom weer terug in die oond gesit. Okay. Net om net voor het klein lekker stukje wat jij kan net dan mooi optis op je bord. En ons gaan hem net letterlijk zo lekker stukje zo in die middel van die bord. In die middel van die bord. Kan ek hem sommer daar op jou uitblok vir jou sit? Kan ons sommer net in die middel. Kan hom mooi vertoon. En dan gaan ons natuurlijk net hierdie mayonnaise en gemmer en dit is maar net oor het so lekker saamwerk en ons net so paar lepeltjies of scoopies hier so sit. En dan het ek hierdie net vra oor hierdie blommetjies. Hierdie blommetjies is eintlik die eiervrugse blommetjie. Ja. En oor dit uit my tuin het kom, geen pesticides of enigiets nie, so ons gebruik dit sommer net so vir 'n bietjie garnering. Ja. En dan gaan ek nou hierdie eiergeel vat en ek gaan hom net eenvoudig net so klein bietjie rasper hier so boop en jy sal sien die eiergeel is nog een bietjie loperig, maar alles val lekker deur. En jy wil juist daai bietjie van hierdie verskillende geure sommer dit op hê. En dan net weer bietjie van hierdie laaste bietjie van hierdie petersilie wat ons net so bietjie kan opdroog en ja. En dis dit. En jy het hierdie plant, ek wil sommer net terug by die eiervrug want dit is eintlik ook die ster van die dis, in jou tuin geplant tussen die ander plante. Tussen die ander plante. Niks snaaks nie. Is eintlik baie maklik in Suid-Afrika en dis nog 'n groot plant en dit goed. Hierdie dis lyk absoluut baie beautiful. So ons gaan om die resep vir jou op ons YouTube kanaal sit na die tyd. Chef, baie dankie. Groot plesier. Baie interessant. Chef Pally se tyd op moussaka gaan kry die resep en vir meer inligting ook op ons YouTube kanaal en besoek weer eens bewellfoods.co.za. Okay. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knopie te druk. Yo! Woo! Woo!